lekker buiten gestaan. En wij hebben vandaag crosswedstrijd in Ermelo. En dit is een indoor cross en dat is echt ideaal om je voor te bereiden op het crossseizoen. En wij hebben er heel veel zin in. Ik ga haar nu inladen. En ik poets haar gewoon in Ermelo. Dus weer... Ja, hè? Ja! Missie! Ga je mee? Ga je mee? Nee, ik blijf hier. Ik sta nog maar net buiten. Letting the dog out. Hey, ho, ho, ho. Hey, Missy. Ja, oh, dankjewel. Kom maar. Kom maar. Snot op mijn hasses. Ciao! Nou, mijn vader is even aan het tanken. We zijn onderweg naar Ermelo. En het is een indoor cross. Dus dat betekent dat je geen dressuur hebt. Wat je normaal eigenlijk wel altijd hebt. En het is allemaal binnen. En je gaat dan eerst 7 gewone hindernissen springen. En na die 7 hindernissen start je meteen de cross. Dus je kan het een beetje vergelijken als een springparcours met 2 fasen. En je moet het springparcours goed verlopen. Dus je mag daar niet worden uitgebeld. Want anders dan mag je de cross niet starten. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Ik vind het heel leuk om binnen crossen te starten. Want het is namelijk een super goede voorbereiding op het seizoen. En het is heel anders eigenlijk. Want je hebt niet de ruimte die je normaal hebt in een gewone cross. Want dan is het meestal recht toe, recht aan. En hier heb je heel veel bochtjes. En niet zo de ruimte om echt heel veel gas te geven wat je normaal wel doet. Dus dat is wel anders rijden. Maar het paard went wel weer even aan de crosshindernissen. Want ik heb thuis zelf geen crosshindernissen. Dus ik kan dat niet zo oefenen. Ik moet daarvoor op training gaan of naar het bos gaan. Of dus naar een indoor cross. En zo bereid ik mij dus voor op het nieuwe crossseizoen. Want dat begint al in maart. Het parcours. Ik heb het net al gelopen. Hetje. Ja, is mooi. Mooi staan hier. Is mooi. Is mooi. Mooie Hetje. Zo. Nou, ik heb mijn cross outfit aan, zoals je ziet. En caphoes. Die beschermt normaal voor buiten je cap met takken en zo. Nou ja, voor binnen is het gewoon voor de leuk. Verder heb ik mijn body protector aan. Een rugnummer met daarin mijn nummer. Dat is mijn startnummer. En gewoon mijn rijkleren. En ik heb nog een cross shirt. Hier staat mijn naam. Kun je dat zien? Zo. Ja. En verder, dat is een heel nauwsluitend shirt. Zodat er geen teken of iets dan later in het bos in kunnen komen. En dan naar Wis. Whisper. Nou, Whisper heeft gewoon haar springhoofdstel op. Maar ze heeft wel crossbeschermers. Dit zijn voor. En hierachter zit dan hier een harde plaat. Dat als ze daar met haar achterbenen aantikt, dan is dat extra beschermd. Ik heb springschoenen om. En achter crossbeschermers. En hier zit hiervoor een harde plaat. Dat als ze met haar achterbenen de crosshindernis aantikt, dat dat ook goed beschermd is. Nou, en verder heb ik gewoon mijn eigen springdekje van mijn sponsor. Je kan ook nog een dekje doen. Die is hier dan zo weggesneden, maar daar kies ik niet voor. Want ik heb dit dekje. Jij, Wissie. Jij. Like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like
Staat lekker te eten. Ik heb super fijn gereden bij de cross. We hadden één weigering, maar dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het was de eerste keer L binnen en het is eigenlijk gewoon om te oefenen. Dus dat kan gebeuren, dus maakt niet zoveel uit. En ik ben heel tevreden en ik heb echt heel fijn gereden. Ja! En daar zit Wispe. Lekker te eten! Als je dit nou een leuke video vond, geef dan zeker even een blauw duimpje omhoog. En heb je vragen over het crossen? Stel ze dan vooral hieronder. En ik doe mijn best om ze dan te beantwoorden. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om meer crossvideo's bijvoorbeeld te zien. Doei!